In 2013 kweekte ik papillon. Papillon is een van mijn beste duvinnen dat ik ooit gehad heb. Zij vlogen een tweede provinciaal van Tours en de week erop de eerste en de week er nog eens op de eerste provinciaal. Met 5 minuutjes vooruit is echt een topduif. Ze stond als eerste geclasseerd voor nationale asduif, maar ik kreeg de schrik en durfde haar niet meer verder spelen. Ik bracht dan papillon op de kweek. Ook Habi, die een goede vriend is van mij, had het gezien en gemerkt dat die duif enorm presteerde. En hij vroeg voor eens samen te kweken. Wat ik mooi vond van Habi was dat hij mij liet kiezen uit zijn 3 beste kweekduiven. Rudy, Super Romeo of New Blixen. Maar ik had al eens kind gekocht van Rudy waar ik heel goed mee lukte. En ik vroeg aan Habi, mag het met Rudy zijn? En daaruit komt dan de Rudy Papillon, die een enorme goede kweker is. Waar ik echt zo gelukkig mee ben. En die dit jaar nog, Dua Lipa, waar ik de Dua Lipa uitkreeg, die 3e provinciale aasduif heeft en die 2 provinciale overwinningen boekt. Allee, dit jaar tegen een pak duiven. Papillon is een fantastische kweekduivin. Ze zit in Hans mijn stam verweven. Ik heb veel mooie referenties van haar, dat doet mij echt deugd. Ook haar halfzus, Seven, werd dit jaar 2e nationaal asduif op de zware halve fond. Ze had daar haar topcoëfficiënt bereikt na 4 vluchten. Ik maakte de beslissing van haar te stoppen, ook omdat ik dacht dat er niemand meer mee ging voorbij gaan. Maar ja, op het laatste van het seizoen kwam er dan toch nog iemand voor. Maar ja, met 2e nationale asduif ben ik toch zeer tevreden. Gedane zaken nemen geen keren. In 2019 had ik een beperkte ploeg jongen, omdat ik de andere verkocht had. En uit die beperkte ploeg kwamen er 4 fantastische duivinnen. Al kleinkinderen van Papillon, gekruist met 2 duiven van Habi, rechtstreeks die ik aangekocht had. Ik kweekte Finfleur, Ace Wonder 102 en haar zus 101. Ik won er verschillende kampioenschappen mee, omdat het zo'n vaste duiven en ik kon er altijd op rekenen. Je moet er niet veel hebben. Als ze echt paraat zijn met een beperkte ploeg, kan je echt zoveel plezier aan beleven. Ik heb een sterk ingeteelde stam, allen uit de lijn van de Bonte Provinciaal, Papillon, Cero Cero en nu recentelijk de Bonte Krak, die het mij echt gemakkelijk maken om mijn kweekstrategie uit te zetten. Ik ken mijn soort duiven, ik weet wat ik een beetje aan elkaar moet koppen en ze brachten mij echt de laatste jaren enorme successen, wat mij een echte voldoening gaf.